Even kijken, even iets wegtikken. De waterschappen die voelen zich meer verantwoordelijk, maatschappelijk zeg maar, verantwoordelijk voor een goede biodiversiteit. En zodoende heb ik daar nu ook die functie gekregen als coördinator biodiversiteit. En daar ben ik heel erg blij om. Ik ga vanavond iets vertellen over drijvende eilanden en wat dat doet met de natuur, natuurontwikkeling, zowel de natuur die wij zien, dat is de bovenwaternatuur, maar ook wat er allemaal onder water gebeurt. En zoals Natja al zei, daar sprak ik met haar over. En ja, blijkbaar gebeurt er onder water nog een aantal dingen die misschien niet iedereen weet. En ik dacht, dat is misschien wel leuk om in zo'n presentatie te gaan vertellen. Vandaar. Dus Lilian, zullen we de presentatie gaan starten? Want ik kan hem zelf niet bedienen. Ik zit op de telefoon, maar kijk eens, daar komt hij in beeld. Nou, dit is het logo van Waternet. En dat hebben jullie misschien wel eens gezien op een rekening die jullie thuis krijgen. De volgende graag. Nou, dus zoals ik al zei, de lezing gaat over drijvende eilanden. En ik dacht van, misschien kunnen we daar eens kijken van hoe die in de toekomst er wellicht uit kunnen zien. Ik zal mijn presentatie. Oh ja, de volgende dia graag. In de presentatie komen een aantal onderwerpen aan bod. Ik zal eerst iets vertellen over hoe de relatie is tussen Waternet, het waterschap en wat we doen aan waterkwaliteit. Dan ga ik iets vertellen over het onderwaterleven, wat zich daar zoal afspeelt. Dan ga ik eigenlijk weer terug naar de drijvende eilanden en dan kijken wat we daaraan kunnen doen, een soort 2.0 versie. En ik sluit af met een blik onder water in een andere stad. De volgende dia graag. Nou, Waternet is de organisatie die een aantal taken uitvoert voor het bestuur van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht, maar ook voor de gemeente Amsterdam. Het waterschap, veel waterschappen in Nederland, die hebben een bestuur met daaronder een ambtenarenapparaat. In Amsterdam is dat iets anders geregeld. Daar is het zo dat het bestuur van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht bestaat echt uit een bestuur met een ondersteunende dienst alleen. Maar alle ambtenaren die voor Amstel-Gooi en Vecht werken, die werken bij Waternet. En daarnaast doen die ambtenaren ook nog een aantal taken voor de gemeente. En wat doen ze dan? Volgende dia graag. Voor het waterschap werken wij aan veilige dijken, voldoende water in de polders, maar ook in de steden, dus dat het water niet te hoog of te laag staat. Dat wordt allemaal met gemalen geregeld. En we zorgen dat de waterkwaliteit op orde is. We noemen dat schoon water. Dat zijn de drie kerntaken voor de meeste waterschappen. En dat is waar Waternet aan werkt. Volgende dia. Volgende dia graag. Voor de gemeente Amsterdam, daar werkt Waternet aan de riolering. Dus dat doen we wel in Amsterdam, maar wij verzorgen niet de riolering voor bijvoorbeeld Hilversum, want de rioleringstaak is meestal de taak van de gemeente zelf. En we verzorgen ook voor de gemeente Amsterdam het drinkwater, de drinkwatervoorziening. Voorheen deden we ook het vaarwegbeheer, maar dat is nog niet zo lang geleden overgegaan naar de gemeente. Dus dit staat hier fout op de dia. Dit hoort dus eigenlijk niet bij water. Dat doet Waternet niet, maar dat doet de gemeente Amsterdam zelf. Dus kort samengevat, we hebben twee opdrachtgevers. Eén de gemeente Amsterdam en één het bestuur van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht. En mijn werkzaamheden, die beperken zich tot
het werk voor het waterschap Amstelgooi en Vecht. Nou, in de volgende dia dan ga ik iets vertellen over hoe dat zit met het schone water. De watertaak die wij doen, het verzorgen van een goede waterkwaliteit voor het waterschap. Nou, is het zo dat de waterkwaliteit is in Nederland eigenlijk vanuit Europa geregeld. Dus niet alleen voor Nederland, maar voor alle lidstaten van de Europese Unie. Die vallen onder een Europese kaderrichtlijn water. Er zijn meerdere kaderrichtlijnen, maar zo is er ook eentje over water. En die kaderrichtlijn die geldt vanaf het jaar 2000. En in de volgende dia, daar staat dat het eindresultaat van wat er in de kaderrichtlijn water staat, dat moet gehaald zijn in het jaar 2027. Dus het is een wet, is het eigenlijk, waar de lidstaten ruim de tijd voor hebben gekregen om een aantal dingen te doen. In de volgende dia is dat ze zelf de doelen moesten opstellen voor de verschillende watertypen die er in een land zijn. In Nederland hebben we bijvoorbeeld stromende wateren en stilstaande. We hebben brakken, zouten, zoete wateren. We hebben meren en plassen, we hebben sloten, we hebben kanalen en grachten in Amsterdam. En al die verschillende watertypen, die hebben ook verschillende eigenschappen. Dat wil zeggen dat daar verschillende soorten planten en dieren in kunnen voorkomen. Je kunt je voorstellen dat in de grachten van Amsterdam de biologische kwaliteit, om het zo maar uit te drukken, heel anders is dan in het Naardermeer. Dus de functie die een water heeft, die bepaalt mede wat voor hoe hoog de biologische lat komt te liggen. Nou, en die Europese kaderrichtlijn die heeft gezegd, alle lidstaten geef een overzicht van de verschillende watertypen die jullie hebben en geeft daarbij aan wat uiterlijk in 2027 de ideale toestand is die je zou willen hebben in dat jaar. Wat is dus de realistische, maar ook de ideale toestand waarin die wateren in 2027 moeten verkeren. Nou, dat hebben wij en alle lidstaten begin jaren 2000 opgegeven aan Europa. En Europa heeft gezegd, heel goed, we hebben nu alles binnen en we gaan alle lidstaten daaraan houden. Dus we hebben zelf de doelen omschreven per watertype. En we moeten nu zelf ervoor zorgen dat we die doelen ook gaan halen. Mag ik de volgende dia? Want die doelen die zijn zowel op het gebied van de chemische waterkwaliteit en de biologische waterkwaliteit. Dus aan de ene kant gaat het om chemische stoffen in het water en aan de andere kant gaat het om een aantal soortengroepen. Zoals waterplanten, oeverplanten, vissen, macrofauna, daar kom ik later op terug, en algen. Dus die doelen die we hebben omschreven, die zijn beschreven in termen van chemische en biologische kwaliteitsparameters. De volgende dia, die geeft aan dat Europa geen genoegen neemt met een belofte. Dat wil zeggen dat wij in het jaar 2005 bijvoorbeeld hebben aangegeven, we gaan voor de Amsterdamse wateren een waterkwaliteit halen met, ik noem maar wat, 10% waterplanten. En als wij in 2027 aankomen van, ja, sorry, we hebben het niet gehaald, want we hadden te weinig geld, want er moest zoveel geld overgaan naar andere zaken. Nou, dan zegt Europa, daar nemen we geen genoegen mee. We houden jullie aan het resultaat. Er is dus een resultaatverplichting. En net als met de stikstofproblematiek, loop je het risico dat er strafmaatregelen vanuit Europa komen als we die doelen niet gaan halen. Het is dus echt heel serieus dat we aan de bak moeten om al die doelen te gaan halen.
Nou, en hoe staat het nu met die waterkwaliteit in Amsterdam? Hoe staat dat ervoor? Dat is de volgende dia. Dan zien we een tabelletje met een aantal stoffen. Chemie en ecologie staat er helemaal links. En bovenin, die vijf kolommen, daar zie je de toestand in 2009, 2015 en 2019. En daarna een prognose voor 2021 en 2027. Nou, we zitten nu al in 2021, maar de gegevens, die hebben we nog niet allemaal geanalyseerd. Dus we gaan nog even uit van een prognose. Maar het laatste wat we wel hebben is de toestand van 2019. En voor alle duidelijkheid, dit is alleen de toestand van de wateren in de Amsterdamse grachten. Dus voor elk watertype, voor het Nadermeer hebben we ook zo'n tabel. En ook voor de boezemwateren, de Vecht en de Amstel, de Vinkeveense plassen. Nou, alle wateren in ons beheersgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daar hebben we van deze tabellen met wat de toestand is op het chemisch gebied en op ecologisch gebied. Nou, ben ik als bioloog met name geïnteresseerd in hoe de biologie in elkaar zit. Ik weet ook wel iets van de chemie, maar voornamelijk de biologie. En in de volgende dia, daar staat een tabelletje van hoe die biologie in elkaar zit. En dat zijn ook weer dezelfde kolommen, 2009, 2015, 19 en 21, 27. En ook hier gaan we weer uit van 2019, dat zijn de laatste gemeten gegevens. En hier zie je dat de biologie wordt onderverdeeld in macrofauna. En dat zijn alle in het water levende insecten, slakken, kleine diertjes die je nog met je blote oog kunt zien. In het water leven namelijk een aantal verschillende soortengroepen. Uiteraard de vissen, die kent iedereen. En soms amfibieën zitten er. Er zit heel veel zooplankton, nou dat zijn de kleine diertjes die we nauwelijks of niet met het blote oog kunnen zien. Maar alle, ja, meestal zijn het insecten, waterinsecten die je wel met het blote oog kunt zien, die noemen we macrofauna. Nou, die vormen dus één soortengroep waarop een water beoordeeld kan gaan worden. Andere soortengroep is de waterflora, dat zijn alle water- en oeverplanten. En een soortengroep zijn de vissen. En fytoplankton. En dat zijn alle algen die er in het water voorkomen. Nou, wat dit laatste tabelletje, dit onderste tabelletje laat zien, is dat de toestand van het fytoplankton, de algen, die is wel oké in Amsterdam. De lat ligt niet zo hoog, dus er komen veel meer algen voor dan bijvoorbeeld in Naardenmeer. Maar omdat we weten dat Amsterdam geen natuurgebied is, hebben we ook gezegd, de lat hoeft hier ook niet hoog te liggen, maar het moet wel aan een bepaalde minimumkwaliteit voldoen. Nou, en dat voldoet de algenconcentratie. De overige voldoen niet. En nou is het zo dat rood geeft een kleur slecht aan, oranje ontoereikend en geel is matig en groen is goed. Dus dat zijn in oplopende volgorde de klassen die we onderscheiden van slecht naar goed. Dus slecht, ontoereikend, matig en goed. En blauw is trouwens zeer goed. Maar dat vinden we niet zoveel, behalve dan bij een aantal specifieke stoffen. En nu is het zo dat in die Europese kaderrichtlijn, daar zeggen ze, als één van je elementen slecht scoort, dan is het eindoordeel ook slecht. Want het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld een aantal dingen goed heb, maar een aantal dingen slecht, dat dan je toch een goed oordeel krijgt. Die biologie, die vinden ze zo belangrijk, dan vinden ze van dat je eindoordeel afhankelijk is van de slechtst scorende soortengroep. Nou, tot zover die Europese beoordeling. Dus we kijken naar de chemie en naar de biologie, en de biologie is dan weer onderverdeeld in een aantal soortengroepen. En voor de Amsterdamse wateren geldt dat die nog eigenlijk lang niet op orde zijn, terwijl 2027
steeds dichterbij komt. Nu hebben we daar die prognoses staan. En dat zijn een beetje hoopvolle prognoses, kun je wel zeggen. Maar we weten eigenlijk nu al dat we dat niet gaan waarmaken. En dat is niet alleen in Amsterdam. Dat is eigenlijk op een hele hoop plaatsen. Ook niet alleen in ons beheersgebied. Maar in heel Nederland. En de volgende dia, die geeft dan ook aan dat we het slechtste jongetje van de klas zijn. En de volgende dia graag. En dan zie je hier hoe de verschillende lidstaten in Europa scoren op het gebied van waterkwaliteit. En Nederland staat met een paar procent van alle wateren die zij waar ze meten. En dat zijn er toch een hele hoop, meerdere honderden. Dan zie je dat er maar een paar procent van de goede toestand heeft. En het overgrote deel is slecht. En je ziet dus dat wij daarin als slechtste uit de bus komen. En dat is heel zorgelijk. En dat betekent ook dat er heel veel werk aan de winkel is om die waterkwaliteit, maar ook de biologische kwaliteit in Nederland te verbeteren. Tot zover wat de Europese kaderrichtlijn zegt. En dus ook waar de waterschappen zich, niet alleen de waterschappen, ook Rijkswaterstaat, want die beheert de rijkswateren, zoals de grote rivieren en de grote kanalen. Maar dat is zo waar de waterschappen en de rijkswateren zich aan moeten houden. Overigens is het ook zo dat andere overheden, zoals provincies en gemeenten, verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit in hun eigen gebied. Je kunt je voorstellen dat een stadspark, dat is een eigendom van een gemeente, de gemeente bepaalt hoe de inrichting in zo'n stadspark is. De gemeente bepaalt wat het beheer daaromheen is. En dan is ook de gemeente verantwoordelijk voor het halen van die KOW-doelen. Nou is het wel zo dat de waterschappen en gemeentes intensief contact met elkaar hebben, omdat er bij de waterschappen veel meer kennis is omtrent waterkwaliteit en de waterbiologie dan bij gemeentes. Dus waterschappen die hebben wel een verantwoordelijkheid of een taak op het gebied van de waterkwaliteit, maar ze kunnen niet overal bepalen welke maatregelen er gedaan moeten worden. Dat is een gezamenlijke opdracht van de eigenaar met advies van de waterschap. Dan ga ik nu iets over naar het volgende hoofdstuk. En dat is het, ook de volgende dia, het leven onder water. Want onder water gebeurt er een heleboel. En het is een heleboel wat we eigenlijk dagelijks niet zien, maar er wel degelijk is. En deze plaat heb ik laten zien wat er zoal speelt onder in het water. En daar wil ik ook nu veel meer over gaan vertellen. Want de volgende dia. Eigenlijk is het net zo als boven water dat planten een soort basis vormen van de natuur. De planten die leveren zuurstof, ook onder water leveren ze zuurstof. Ze maken het water helderder, omdat het water bijvoorbeeld minder beweegt tussen de waterplanten. Dan bezinken de troebele deeltjes. Ze zorgen voor structuur, waar een hele hoop dieren tussen zitten om te schuilen, om te jagen, maar ook om eitjes af te zetten. Dus die waterplanten die spelen een cruciale rol in de hele biologie van elk watertype. De volgende dia. Het is dan ook niet zo raar dat juist die overgang waar water en land elkaar tegenkomen, dat de rijkste, het rijkste gebied is op het gebied van biodiversiteit. Je hebt daar de landnatuur, je hebt daar de waternatuur, maar je hebt ook een hele hoop soorten die in beide delen een deel van hun leefwijze vervullen. Er zijn heel veel soorten die onder water, zoals de amfibieën,
die een deel van hun leven onder water zitten, maar ook een deel van hun leven boven water. Dus de biodiversiteit die is het rijkste op het gebied waar land en water bij elkaar komen. En ik wou daar iets meer vertellen aan de hand van de macrofauna, die voor een groot deel, ongeveer 60% van alle macrofauna onder water, die leeft voor een deel als larf onder water, maar op het moment dat ze uitvliegen, dan zijn ze zeg maar volwassen, dat noemen we dan een imago, dan leven ze op het land. Een libel is heel duidelijk, die, nou, die leeft onder water net als een, nou, misschien wel een soort amfibie, een deel onder water, maar ook een deel van hun leven boven water. Dus als we dan kijken naar die macrofauna, dan ga ik een aantal soortengroepen van als voorbeeld geven in de volgende dia. Dan zien we dat er soorten zijn die wij eenvoudig zien. En omdat ze boven water leven, net als de mens, die leeft ook voornamelijk boven water. En hier zien we dan een aantal soorten libellen. Links en rechts, dat zijn de kleinere libellen, die heten waterjuffers. En in het midden, daar heb je een echte libel. En in dit geval de viervlek. Dat is, ja, is een wat forser uitgevallen libel, forser dan de waterjuffers. De waterjuffers hebben hun vleugels ook altijd samengevouwen. De echte libellen die hebben hun vleugels gespreid. Maar naast libellen zijn er nog een aantal soorten die als larf onder water leven, maar als imago boven water. Zoals in de volgende dia de haften. En de haften, dat zijn prachtige beesten. Ze zijn te herkennen aan de drie staartuitsteeksels die je hieronder ziet. En nou, ze kunnen allerlei verschillende vormen hebben. Maar het zijn nou, meestal prachtige insecten die ook vrij groot zijn. En wel iets weg hebben van libellen. En nog een andere soort, dus ook in de volgende dia. Dat is de schiet, dat zijn de schietmotten. Dat is een meer onooglijk beestje. Een beetje een nachtvlinderachtige soort. Waarvan je denkt van, nou, is dat nou zo bijzonder? Maar het bijzondere zit hem in zijn onderwaterleven. En dat ga ik dadelijk vertellen. Want in de volgende dia, dan zien we diezelfde soorten die ik nu net heb behandeld. De libellen, de haften en de schietmotten. Maar dan in hun onderwaterfase. Want dit is de larf van een echte libel. Het zijn grote joekels. Ze kunnen wel een centimeter of 5 groot worden. En je ziet op de rug al hoe die vleugels gaan vormen later als ze zich verpoppen. En deze libel, die larve, die kan wel 3 jaar onder water leven. Voordat die helemaal volgroeid is en langs een stengel uit het water omhoog kruipt, zich daaraan vastklampt, gaat verpoppen en dan als libel uitvliegt. En die laatste fase, dat is vaak maar een half jaar of misschien iets langer. En dan is het gedaan met de libel. Dan heeft hij dus zijn larvale fase, zijn volwassen fase gehad. En dan moet hij zorgen dat hij een partner kan vinden en dat er eitjes worden afgezet, zodat de soort voortbestaat. Dus die, voor de libel is eigenlijk die onderwaterfase misschien nog wel belangrijker. Het is in ieder geval veel langer dan de bovenwaterfase. Alleen, ja, wij zien daar maar heel weinig van. De volgende dia, die laat zien hoe een haft onder water, de larve van een haft is. Ook daar zien we weer die drie mooie uitsteeksels. En die kleine vleugeldeeltjes. Maar deze waterinsecten, macrofauna, die leven ook onder water, soms een jaar meestal, en vliegen dan aan het halverwege de zomer uit om dan zo'n mooie haft te worden. De volgende dia, die laat dan de larven zien van die onooglijke schietmotten. De volgende dia mag dan ook bijkomen, want dit zijn twee verschillende soorten schietmotten, maar die heten onder water kokerjuffers. En het zijn beestjes die schuilen
verschuilen zich in een zelfgemaakte koker. En die linkerkokerjuffer, die heeft een kokertje gemaakt van kleine steentjes, zandkorreltjes eigenlijk. Je ziet hoe vernuftig dat in elkaar zit. En die rechterkokerjuffer, die heeft van bladeren heeft die, in reepjes gesneden en opgerold, om zo zichzelf een kokertje te verschaffen waarin die kan schuilen. Dus het zijn misschien onder water nog wel veel bijzonderdere beesten dan je boven water zou verwachten. Naast de macrofauna, of deze insecten zijn dit, zijn er nog meer soorten onder water. Daar wil ik ook nog een paar van laten zien, de volgende dia graag. En het zijn slakken. Hier zie je het voorbeeld van een posthoornslak onder de onderste foto en daarboven van de poelslak. En die slakken, dat zijn dus geen insecten, maar weekdieren, maar die horen ook wel tot de macrofauna. Die schrapen meestal de algen die zich op de bladeren van de planten afzetten, die schrapen ze af en daar leven ze van. En die algen, die kunnen natuurlijk alleen maar weer groeien als er voldoende licht in het water is. Dus die slakken zijn erg afhankelijk van structuren onder water, meestal waterplanten, en het licht die ervoor zorgt dat daar algen, dat kunnen diatomeeën zijn, maar ook draadalgen, dat die zich daar afzetten op die bladeren en die schrapen ze dan daarvan af. In de volgende dia laat nog een bijzondere soort zien en dat is de zwanenmossel. De zwanenmossel, dat is de inheemse mossel die we hier in Nederland kennen. De meeste mensen kennen wel de driehoeksmossel en tegenwoordig ook de quakkamossel. Maar dat zijn twee niet-inheemse soorten, dat zijn zogenaamde exoten. Maar van oorsprong komt in Nederland de zwanenmossel voor. En die kan wel 10, 15 centimeter groot worden. Dat is een flink exemplaar. En die graaft zich half in, meestal in zandige bodems. En die filteren het water. Het zijn dus net als de driehoeksmosselen hele nuttige dieren. Alleen, ja, dit is de inheemse soort. En zijn een stuk groter dan de driehoeksmossel. En omdat ze zo groot zijn, de volgende dia graag, is er een hele slimme vis geweest. En die heet de bittervoren. En die bittervoren die heeft zich in de loop der evolutie zo ontwikkeld dat hij zijn eitjes afzet op het moment dat zo'n zwanenmossel water inademt, of nou ja, water inzuigt om te filteren. En die eitjes die groeien op binnenin die mosselruimte, heel erg goed beschermd. En die zwemmen uit op het moment dat ze klaar zijn om uit te zwemmen. Dus het is een hele bijzondere relatie onder water tussen de mossel en de bittervoren. Nou, dit is wat ik wilde vertellen over een aantal bijzondere dingen van het onderwaterleven. En dan gaan we nu terug naar de volgende dia in ieder geval, ook naar de drijvende eilanden. En hier is een tekening, schematisch plaatje van een natuurvriendelijke oever, waarin zo goed mogelijk is aangegeven hoe de natuur zich boven water kan ontwikkelen en onder water. En een natuurvriendelijk oever is echt pas compleet als beide elementen, beide delen, dus dat bovenwaterdeel en dat onderwaterdeel, goed ontwikkeld zijn. Veel amfibieën die schuilen ook boven water, maar ook onder water. Dus die maken gebruik van beide zones. En wat ik net heb verteld van die macrofauna soorten, die insecten, die gebruiken ook beide zones even. Die zijn even belangrijk voor hun levenscyclus, zeg maar. En dan kom ik nu op de drijvende eilanden, want daar ging het mij aanvankelijk om. Als je nu kijkt naar hoe een drijvend eiland eruit ziet, dan zien we voornamelijk, de volgende dia graag, dan zien we voornamelijk dat die bovenwaterzone heel erg goed vertegenwoordigd is. Maar onder die drijvende eilanden, daar is eigenlijk een vrij donker milieu ontstaat daar, waar het licht niet komt en dus waar ook een aantal soorten die juist afhankelijk zijn, vooral de waterplanten, maar ook de slakken bijvoorbeeld, die van de algen leven, die daar juist dus behoefte aan hebben aan licht, dat
vind je niet onder die drijvende eilanden. En ja, ik zeg altijd, maar zo als bioloog, als de natuur iets niet heeft uitgevonden, dan moet je twijfels hebben of het goed werkt als manier van natuurherstel. En drijvende eilanden komen van nature eigenlijk niet voor. Het is een mooi concept om de bovenwater-ecologie te verbeteren. En het ziet er natuurlijk voor bovenwaterorganismen zoals de mens heel erg goed uit. Maar er ontbreekt eigenlijk nog een onderwatercomponent die juist ook een belangrijke toevoeging is voor de biodiversiteit onder water. En helemaal in het begin liet ik iets zien over de Europese kaderrichtlijn en die verschillende soortengroepen. En hoe die scoren op dit moment. En wij inventariseren dat één keer in de 3 jaar. En wij zien dus dat de hoeveelheid waterplanten in de Amsterdamse grachten nog sterk ondervertegenwoordigd zijn. En dat heeft voor een deel te maken met de steile kademuren. En dat weten we ook. En daarom is het doel van de hoeveelheid waterplanten die we in Amsterdam willen, is ook erg laag gezet. Maar er zijn nog meer oorzaken. En dat zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid woonboten die daar liggen. De overkappingen door steigers of andere overkappingen, gebouwen die half boven het water staan. En al die verduisteringen, die helpen niet mee om de groei van waterplanten terug te krijgen. En daarom dacht ik, zou het niet mooi zijn om te kijken of we iets aan die drijvende eilanden kunnen doen, zodat we daar die waterplanten en de daarvan afhankelijke waterdieren mee kunnen helpen. In de volgende dia graag. Dus wat ik verteld heb, het licht is heel belangrijk, niet alleen voor de waterplanten, maar ook voor de soorten die daarvan afhankelijk zijn. Volgende dia. Ook voor het herstel van de biodiversiteit moeten we onder water, maar ook dus ook boven water, goed in de gaten houden van, nou, waar willen we naar, hoe kunnen we het beste die biodiversiteit gaan herstellen? En de volgende dia, wat ik dan dacht, is dat we naast die drijvende eilanden eigenlijk ook een zwevend onderwaterbodem zouden moeten gaan creëren. En waarom niet een gewone waterbodem? Want het doorzicht, de helderheid van veel Amsterdamse wateren is zo slecht dat het licht niet tot op de bodem kan komen. Maar stel dat je nu halverwege of op die delen waar het licht wel op de bodem komt, dat we daar iets maken waarin we die waterplanten tot ontwikkeling kunnen laten komen, dan kan zich daar ook dat hele proces waar die waterinsecten zo afhankelijk van zijn, zich voltooien. Dan kunnen ze daar als larf leven onder water en dan kunnen ze de drijvende eilanden, het bovenwatermilieu, gebruiken als jachtgebied of als gebied waar ze tussen de waterplanten of de natte delen hun eitjes kunnen afzetten. De volgende dia. Dus als het water dan uiteindelijk in Amsterdam helder, schoon genoeg is, dan is het zelfs mogelijk dat die zwevende onderwaterbodems niet meer nodig zijn, maar dat we dat onderwatermilieu vanzelf kunnen op een andere manier kunnen stimuleren. Maar op dit moment is het zo dat dat nog niet gaat en dat die drijvende eilanden op die plek ook voor een verduistering zorgt, waardoor de groei van waterplanten niet echt gestimuleerd wordt. Nou, als laatste wil ik jullie een kijkje meegeven in een andere plaats. En dat is de volgende dia, onder water in Leiden. Want in Leiden is een hele fanatieke club die zich bezighouden met de onderwaternatuur. En dat is een leuke site om ook naar te kijken. Onderwaterinleiden.nl. Er staan een hele hoop mooie foto's waar ik nu een paar van laat zien.
En hier zie je zo'n een Leidse gracht met aan de zijkanten kraakhelder water waar je de gele plomp, de onderwaterbladeren van de gele plomp, heel goed kunt zien. En de drijfbladeren daarvan. En de volgende dia, die laat dan zien wat er zo al tussen die gele plompenbladeren bevindt. Een prachtig mooie snoek. De volgende dia. Dat zou toch ook heel erg mooi zijn als je een fut onder water kunt zien zwemmen in de gracht met een visje in zijn bek. En dan kom ik aan de laatste dia, een sfeerplaatje van een zoetwaterspons die vanuit onder water naar boven is gefotografeerd. En ik dacht, nou, dat is toch een mooie afsluiting om te laten zien hoe bijzonder de biodiversiteit, de natuur onder water is, waarvan we eigenlijk maar veel te weinig zien. Dank jullie wel. Dit was wat ik wilde laten zien en vertellen. Dank je wel, Bart. Heel interessant. Ik denk dat er is sowieso ruimte om vragen te stellen. Misschien is het leuk om nog te vertellen in navolging van de laatste paar beelden die jij liet zien van Leiden. Mm-hmm. Wat doen ze in Leiden zo goed waardoor het water er daar zo mooi uitziet? Nou, dat is een gewetensvraag, want je kunt ook vragen waarom doet Waternet het niet zo goed, waarom het hier in Amsterdam niet zo mooi is als in Leiden. Nou ja, dat heeft er wel met een aantal dingen te maken. Ik weet niet precies hoe het in Leiden zit, maar er is daar wel meer water. Ik dacht zelfs ook brak water wat daar door die grachten stroomt. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat ik het een hele goede vraag vind, maar niet precies weet wat de belangrijkste verschillen zijn. Nou, waarom het in Leiden wel zo helder is en hier niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het hier in Amsterdam ook veel helderder kan worden. Maar dat er wel een aantal dingen voor gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld scheepvaart, daar weten we van dat de rondvaartboten, maar ook andere bootjes, die woelen met hun scheepsmotoren de slipachtige bodem erg om. En die zorgen dus voor die troebelheid. En misschien weten jullie dat ook, dat in de tijd dat vorig jaar tijdens de corona is er een lange periode geweest dat er geen rondvaartboten waren. En was het water in de Amsterdamse grachten veel helderder dan in de periode dat er wel gevaren werd. Dus dat zijn allemaal maatregelen waar we nog aan moeten denken. Van hoe kunnen we dat nou, die waterkwaliteit, maar ook die helderheid terugkrijgen, zodat die biologie zich ook goed kan ontwikkelen. Ja. Misschien leuk om nog eens te ontdekken wat er in Leiden gebeurt. Ja, ik ga het noteren. Ik vind het een goede vraag. Zijn er mensen die vragen hebben? Ja, ik zie glitterende eenhoorn. Vertel. Sherifa, ik heb de vraag van waarom wordt elk jaar bijna alles op de kant gegooid? Er komt... je loopt... Een bootje die alle gele plomp wegmaait. Er stonden denk ik 5 flinke dotten van... En het wordt gewoon omgemaaid en weggegooid. En zo gaat het met een enkele waterlelie. Ik vind het zo zonde, want... Er gaan heel veel vissen van dood, de snoeken gaan er van dood. Grote karpers liggen nadat die boot geweest is. Hartstikke dood. En het is helemaal niet nodig. Het is een hele grote vaart waar niet vervaren wordt. Dus waarom laat je dat daar niet staan? Hetzelfde als dat er heel veel krabbescheer eruit wordt gegooid op een plek waar ook helemaal geen bootverkeer is. Laat het lekker staan voor de libelles. Dus. Ja. Een hele goede en ook heel. Beheer is niet goed. Een hele goede vraag, ook een hele terechte vraag. Wat ik daar wel over kan zeggen is dat het heel belangrijk is dat een deel van de Amsterdamse grachten en wateren een hele belangrijke functie hebben in de afvoer van het water. Want de Amstel, die komt. Via de zuidkant Amsterdam binnen. En al het water wat in het achterland zit, dat wordt doorgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
en wordt dan uiteindelijk de zee opgepompt. En als die watergangen niet jaarlijks worden opengehouden, dan groeien ze dicht en ontstaat er grote wateroverlast. Dus dat is iets waar de waterveiligheid, waar we echt heel erg alert op zijn. En daarom wordt daar zo intensief geschoond. Maar ik ben het ook met u eens dat we daar nog eens heel goed naar moeten kijken van welke watergangen hebben de belangrijkste afvoerfunctie en welke hebben een iets minder belangrijke afvoerfunctie. Maar het zit vaak ook tussen de oren van een hoop onderhoudsmedewerkers dat alles heel schoon en netjes moet zijn. Dus daar vindt wel ontwikkeling plaats. Er wordt, zeker nu ook die biodiversiteit hoger op de agenda staat, wordt er meer gekeken dan vroeger van hoe kunnen we met ons onderhoud ook zorgen dat die biodiversiteit toch zich goed kan ontwikkelen. Maar die afvoerfunctie van het water is echt een hele belangrijke functie. Dus we zullen echt altijd onderhoud moeten uitvoeren om te voorkomen dat de watergangen, dat er te veel waterplanten in gaan groeien die de stremming veroorzaken voor de afvoer van het water. En ik zie dat mijn collega Jasper me wil bijspringen. Dat is denk ik heel erg prettig. Nou, het is misschien wel leuk om te melden dat inderdaad ook in overleg of in samenwerking met Amsterdam, met de gemeente, dat we ook bezig zijn om dat te onderzoeken in een beetje een ander kader in relatie met de brug, de bruggenrenovaties en de kaderrenovaties. Inderdaad, zoals Bart al zei, Amsterdam heeft een flink hydraulisch probleem als het gaat om noodsituaties, hè? Dus op de hoogwatersituaties. En dan met name het oostelijk deel van Amsterdam richting het Gemaal is dan gevoelig. Maar we zijn wel aan het kijken van, nou, maar waar kan je dan wel wat doen? En kunnen we bij de renovaties, kunnen we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de bruggen onder water veel smaller worden? Dus dat je het niet ziet, want we zijn natuurlijk historisch erfgoed, dus je kan niet zomaar dingen doen. Maar dat je onder water gewoon de pijlers veel smaller maakt. Zodat je eigenlijk winst haalt. En dat we dat dan weer ecologisch kunnen inzetten. Dat is, hè, dus dat we dan bijvoorbeeld met name ook in de dode hoeken naast de bruggen, maar misschien ook wel gewoon in de rakken van een aantal grachten, dat we dat gewoon beter en mooier kunnen inrichten. Ja, want die bruggen, die zijn versmallingen, zeg maar, van de watergang. En die stuwen het water op. En als we nou onder water die versmalling breder kunnen maken, dan ontstaat er minder snel een stremming in de afvoer van het water en kunnen we die ruimte gebruiken voor meer natuurontwikkeling. Ja, daar is nu een student ook mee bezig om dat te berekenen. Ik heb al de vragen in ieder geval gesteld van, nou ja, ga me in ieder geval vertellen waar zitten de ophopingen bij de bruggen ten opzichte van de ophoping in de kanalen. Ja, dus de grachten moet ik eigenlijk zeggen, dus de lijnvormige delen. En wie weet komt er wat moois uit. Dat er dus best gebieden zijn waar je echt goede dingen kan doen voor de ecologie. In plaats van de hydraulica, dus oftewel het water afvoer. Ja, inhakend daarop. Ik heb met Bart langs de watertuinen gelopen. En met Jorine Noordhuis van de gemeente. Ik dacht dat ze er net was, maar ik zie haar. Ja, Noordman. Noordman, ja, wil net zeggen. Ja, sorry. En toen kwamen we ook uit op de voorzetoevers bij de oksels van de bruggen, noem ik dat dan maar. In de Boerenwetering zijn een aantal voorzetoevers geplaatst met wilgetenen matten. En daar groeien ook heel veel oeverplanten op. En toen eigenlijk kwamen we daarop uit met z'n drieën dat het misschien ook daar wel een kans zou liggen om een deel van die voorzetoevers weg te halen en daar een onderwaterdeel van te maken, zodat je daar een onderwater ecologische zone ook creëert, wat dan ingebed is tussen twee bovenwaterzones, om ook nog een buffer te hebben tegen pleziervaart die daar erg hard doorheen sjeest. Dat soort dingen
hebben Bart en Jorine en ik besproken. En misschien komt daar wel nog een vervolg op als we dat voor elkaar krijgen. Misschien kunnen we zelfs wel een pilot gaan draaien in de boerenwetering. Om daar een aantal dingen te gaan testen. Nou, het lijkt mij in ieder geval heel erg leuk om eens te kijken hoe kunnen we hier dingen gaan bedenken. En ja, alle ideeën die ook uit deze groep komen, die zijn natuurlijk ontzettend welkom. En wat Nadja zegt, ik zie uit om daar een pilot voor te gaan opstarten. Verona heeft een vraag. Ja, ik zag het. Verona, wil jij een vraag stellen? Je geluid even aanzetten. Ja, sorry. Ben ik goed horen? Een beetje, niet heel duidelijk. Iets meer boven de microfoon. De bakken van de watertuinen in de boerenwetering, die liggen heel dicht tegen elkaar aan. Zou je een ruimte tussen die bakken kunnen maken, waardoor je meer lichtinval krijgt en gewoon tot de waterbodem? Is dat een optie of niet? Ja, het lijkt mij zeker een optie. Want licht is inderdaad heel belangrijk. En hoe meer een aaneengesloten afdekking bovenop het water is, hoe duister, hoe donkerder het onder is. Dus als je ruimte creëert tussen die bakken, en je zou, als het heel diep is, tussen die bakken een zwevende waterbodem, zeg maar op 1 meter diep, kunnen aanbrengen waar je een waterplant, een kuip met zand of iets aanbrengt waar waterplanten kunnen groeien. Ja, dan denk ik dat je dat onderwatermilieu al enorm geholpen hebt. Dat was inderdaad wat jij als suggestie gaf, Bart. Om een soort rieten manden te laten verzinken onder water, die je dan vult met waterplanten. Ik begreep ook dat ze dat gaan proberen op een andere plek in de stad, toch? Ja, op een andere plek doen ze het met gevlochten rieten manden. Maar wat ik hier op de boerenwetering heb gezien, dat zijn eigenlijk korven van gaas die ingezet zijn met oeverplanten. Nou, het water bevat zoveel voedingsstoffen dat veel waterplanten geen bodem nodig hebben om de voeding eruit te halen. Dus die leven niet van de lucht, maar van het water. En als die zich kunnen hechten aan een substraat, dat kan van alles zijn, dan kunnen die onder water al goed gaan groeien. Dus het is interessant om te kijken van, nou, wat kunnen we bedenken om zo'n onderwaterbodem tot ontwikkeling, of nou ja, af te laten zinken, en hoe we daar die waterplanten tot ontwikkeling kunnen laten komen. Ja, precies. Guus, jij hebt ook een vraag. Even unmuten. Ja, hi, ik ben Guus. Ik hi. Heb jarenlang geleden ook meegedaan met de drijftuinen, zoals ik ze noem. Heel erg leuk. Je hebt mooie dingen laten zien over de fauna. Wat ik als stadsbewoner vooral zie, dat is de flora. En op de eilanden zie je dat na verloop van de tijd bepaalde soorten gaan overheersen. Ik vind dat jammer, want ik heb wel een paar keer meegeholpen met het aanplanten. En dan zie je hoeveel ontzettend veel soorten er in aanvang zijn. En daar blijft dan uiteindelijk alleen maar die grootbladige versie over, waarvan ik de naam niet eens weet. Oothoefblad of zo? Zou best kunnen. Nou. Anderen kunnen dat vast corrigeren en aanvullen. Klopt dat beeld? Is dat nadelig dat er één soort gaat overheersen? Zou dat te doen zijn? Ja, dat laatste is een lastige vraag om te beantwoorden. Maar het is zeker nadelig, want je wil een rijke biodiversiteit hebben. Dat is niet alleen mooi voor het oog, maar dat is ook goed voor je hele natuur, voor je systeem, zeg maar, het ecosysteem. Mm-hmm. Maar wat je vaak ziet, is in situaties die of heel voedselarm zijn, of heel voedselrijk, dat er maar enkele soorten zijn die zich daaraan hebben aangepast. En hier in Amsterdam heb je te maken met heel voedselrijk, heel veel voedingsstoffen in het water. Mm-hmm. En er zijn maar een paar soorten die daar heel goed van profiteren en anderen dus wegconcurreren.
Die groeien harder dan andere. En de kunst is dus dat het water minder voedselrijk krijgt. Het gebeurt al hoor. Het water was, ik denk een jaar of 10 geleden, nog veel erger in Amsterdam dan nu. Maar het is nog lang niet van wat we willen dat het is. En naarmate die voedselrijkdom naar beneden gaat, zul je zien dat er ook meer soorten zich happy voelen op die eilanden, op die tuinen. Ja. Duidelijk antwoord. Dus Darwin eigenlijk. Het weghalen van, sorry, mag ik nog één keer één ding daarover vragen? Het weghalen van bijvoorbeeld, stel nou dat je tussendoor dat grote hoefblad enorm wegsnoeit of zo. Dat is eigenlijk meer symptoombestrijding dan dat je daar echt ruimte mee creëert voor andere soorten. Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat je daarmee ook een, zeker tijdelijk een mooier beeld krijgt. Hè? Dus als je intensief tuiniert, om het zo maar te zeggen, dan haal je die woekeraars weg en dan geef je meer ruimte aan de overige soorten. Alleen als je, zolang je daar dat intensieve onderhoud niet blijft uitvoeren, krijg je toch altijd de situatie dat die dominante soorten gaan overheersen. Ja, helder. Je wou nog iets zeggen, Guus? Ja, misschien ben jij niet de juiste persoon en is dit niet de juiste plaats en moment om te vragen, maar er luisteren nu meer mensen mee vandaar. Bij het maken van die vlotten wordt er ook nogal wat polystyreen gebruikt. Dat stoot mij een beetje tegen de borst. Ken jij voorbeelden waar je iets anders zou kunnen doen? In combinatie bijvoorbeeld met het meer licht brengen in die omgeving? Nou, het is precies ook waar wij mee bezig zijn. Wij willen ook geen plastic houdende materialen meer in het water hebben. Want het probleem van micro- en nanoplastics, dat wordt ook steeds duidelijker. Dus we zijn het helemaal eens met jouw zorg, die delen wij ook. En onze voorkeur gaat dan ook uit naar biologisch afbreekbare materialen. Alleen daar hebben we nog te weinig ervaring mee om nou te zeggen van nou dit en dat zou je als vervanging van polystyreen kunnen gebruiken. Er zijn er wel ook met andere onderzoekers bezig om te kijken van nou wat zouden we kunnen gebruiken. Toen ik de vlotten zag in de boerenwetering dacht ik je zou ook, maar daarvoor zijn we ook weer afhankelijk van Amsterdam, kijken of je ze met houten constructies kunt bevestigen aan de kade bijvoorbeeld of onder water aan de bodem en dan zitten ze vast. Zit daar een parkeergarage onder, hè? Dat kan, een heel groot deel kan dat niet. Nou ja, dan zou je ze inderdaad aan de kade misschien moeten kunnen vestigen, maar dat gaat zeker niet zonder slag of stoot, want die kaders, daar is men ook heel erg zuinig en gelegd op. Ik zag laatst iets langskomen over de gevouwen oevers. Ja, nou, dat is, ja. Ken ik, dat is van Erik Hobijn en die werkt ook aan de drijvende eilanden in de Witteburgervaart. Daarvoor komen ook drijvende vlotten. Daarvan hebben we ook gezegd van ja, alles goed en wel, maar zij willen echt meerdere honderden vierkante meters, dus echt hele grote vlotten neerleggen. We hebben gezegd van, jullie krijgen alleen maar een vergunning als je ook een even groot deel aan onderwatermilieu aanbrengt, zodat die biodiversiteit onder water daar ook mee geholpen wordt en niet alleen die verduistering. En dat gaan ze nu ook doen. Ja, en dat is één oplossing, maar als ik zo'n artikel lees laatst in de Volkskrant, vandaag in de Volkskrant, hoeveel verschillende vervuilingen er in het water zijn hier in Amsterdam, dan is het een beetje een soort vechten tegen de bierkaai. Dan zou je niet gewoon eerst de oorzaak weg moeten halen voordat de bodem waterplanten gewoon weer terug kunnen komen. Het is een beetje een omgekeerde wereld. Nee, dat klopt ook. Je kunt nog zoveel structuur onder water aanbrengen. Hè, er zijn allerlei bedrijven die onder water bossen aanleggen. Reef systems, ik weet niet hoe het allemaal heet. Maar zolang de waterkwaliteit niet echt verbetert, krijg je niet andere soorten, maar krijg je meer van dezelfde soorten. Ja. En dat is wat eigenlijk ook met drijvende eilanden ziet gebeuren. Dus je ziet onder die drijvende eilanden, daar zitten wel meer vissen dan in het open water. Maar het zijn geen andere soorten. Het zijn allemaal dezelfde soorten waar er eigenlijk al een hoop van zijn. Ja.
En je wil juist die diversiteit aan leven verbeteren. En het is dus niet alleen zo dat de waterkwaliteit de hoofdoorzaak is. Het zijn dus meerdere factoren die bepalen. En één daarvan is wat ik al zei, die scheepvaart. Maar ook dat het water te donker is. Dus als je niet op de bodem, maar halverwege de bodem, als je daar iets kunt aanbrengen met een schone zandlaag, dan zul je zien dat daar zeker waterplanten gaan groeien. En van daaruit kunnen die weer verder. Kun je niet gewoon waterdichte daglichtlampen laten afzinken? Ik weet niet of je die kant op zou willen gaan. Hè? Ik denk in oplossingen. Ja, maar het zijn wel weer technische oplossingen. En ja, ik ben er zelf niet voor om het in de techniek te zoeken, maar meer om te kijken van hoe doet de natuur het en kunnen we dat niet zo goed mogelijk nabootsen. Ja, maar dan moeten ook alle kadermuren afgebroken worden en dan moeten dat aflopende oevers worden, waardoor het plant en het waterleven elkaar makkelijker kan vinden. Dit is natuurlijk sowieso een onnatuurlijke situatie. Ben ik helemaal mee eens. Maar in mijn verhaal wil ik aangeven dat alleen maar het aanbrengen van drijvende constructies met oeverplanten, dat je dan een deel van je biodiversiteit stimuleert, maar een deel ook niet. En sterker nog, eigenlijk achteruit boert, omdat het donkerder wordt onder water. En we moeten vanuit Europa die zorgen dat die waterplanten gestimuleerd worden, ook in Amsterdam. En daarvoor is meer licht nodig. En ik denk dat er juist een hele mooie kans ligt om dat in de buurt van die drijvende tuinen te doen, omdat je daar ook zo'n mooie bovenwateroever hebt. Jasper heeft nog een opmerking, zie ik. Vraag. Nou ja, daar kwamen een paar dingen voorbij die ik wel interessant vond. Ik vind het allemaal wel interessant eigenlijk, maar ik begrijp wat ik bedoel. Ik heb een voorbeeld, dat is biometrixwater.com. En dat is een firma die het behoorlijk goed aanpakt, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een gesprek met ze gehad een paar maanden geleden. En hebben we precies dit eigenlijk aangegeven. En daar zijn ze mee verder gegaan. Dus ik sprak ze eergisteren. En ik ben ook bezig kijken. En ze zijn inderdaad bezig gegaan met designs voor onder water. Zeg maar op een halve meter, 20 centimeter, 80 centimeter. Of variabel en taluds. Dus dat je vanaf je drijvende systeem een talud maakt wat ze kunnen instellen. En daar kan dus ook het een en ander op groeien. En ze zijn behoorlijk gedreven bezig en maken mooie dingen. En ook terugkomend op die plastics. Ik denk ook qua materiaalkeuze dat je bij hun wel eens zou kunnen gaan buurten om wat inspiratie op te doen. Want zij hebben groene vingers, laat ik het zo zeggen. En ze hadden ook, als het gaat over die planten die ze dan neerzetten, hadden ze ook wel aardige ideeën. En zij krijgen het wel voor elkaar om in ieder geval een aantal jaren lang goede soortensamenstelling te behouden. Dus winterharde planten, et cetera. Dus alles door elkaar heen. En ze zeggen, nou, het blijft toch wel aardig goed. Maar ik ben het er helemaal mee eens hoor. Als je het zijn gang laat gaan, zeker in Amsterdam, dan gaat de sterkste overwinnen. Dus dan hou je één soort over. Of twee, of wat dan ook. In ieder geval weinig. Maar wat onder water betreft, zijn er eigenlijk maar een paar soorten die zich happy voelen in dit water. Dat is smalle waterpest en grof hoornblad. Die zullen het absoluut goed doen. Maar dat is ook, meer willen we eigenlijk ook niet. We willen daar geen bijzondere soorten, omdat de waterkwaliteit daar, nou ja, over 100 jaar misschien nog niet eens goed genoeg voor is. Maar het is goed om te horen, Jasper, dat er organisaties zijn die hier al langer over nagedacht hebben. En ik ben benieuwd of we hun ideeën kunnen gebruiken voor ook de boerenwetering. Is het water in hoe heet dat? De Ringdijk. Dat is een watertje waar echt heel veel waterplanten boven water te zien zijn. Je hebt mijn filmpje gezien, of niet? Nee, maar ik kom daar vaker langs en het verbaast me over dat het zoveel, heel veel waterplanten daar zijn. Is dat nou onder water ook echt gezonder dan bijvoorbeeld de boerenwetering, weet je dat?
Ja, dus veel gezonder. De bodem is schoner, maar er wordt ook niet gevaren. Ja, dat... Tenminste, dan mag officieel niet gevaren worden. We zien wel dat er steeds meer stiekem gevaren wordt. En dat, ja, dat, ik hou mijn hart dan vast als dat gaat gebeuren. Want dit zijn nog een van de weinige plekken waar je zo'n mooi helder water met zoveel waterplanten hebt. En ik denk dus dat dat op veel meer plekken zou kunnen in Amsterdam. Maar dan moeten ja, meerdere stoplichten wel op groen gaan staan. Ja. Ja, maar die waterkwaliteit daar is strikt genomen niet heel veel anders dan in de grachten. Het kan wel lokaal verschillen omdat er bijvoorbeeld een rioloverstort ergens zit die regelmatig loost, waardoor de waterkwaliteit op een bepaalde plek veel slechter is. Maar in principe hoeft het daar niet heel veel beter te zijn dan elders. Nee, het is daar wel ondieper volgens mij. Dus het is de combinatie van niet varen en ondieper. Ja. Waardoor het daar ja, mogelijk is. Ik denk in de binnenstad is het gewoon te diep voor ja, maar goed, vandaar dat het niet haalbaar is. Vandaar het idee om die zwevende plateaus te maken die dus niet tot op de bodem gaan, maar juist halverwege het water. Omdat je dan de zekerheid hebt dat de zon lichter komt. Ja. En misschien ideeën, want je hebt wel meer structuurplannen in de stad, dat je een soort waterecosysteem structuur maakt. Hè? Dat je bepaalde rakken benoemt als deze gaan we specifiek inzetten op de biodiversiteit. Dus er worden een aantal andere factoren die het verhinderen, zoals boten, worden gewoon geschrapt. Ja, had ik ook al inderdaad het zoneren van de scheepvaart. Maar ja, ik ga er maar eens aan staan in Amsterdam. Maar ik ben toch staat het wel op de agenda. Okay, het staat wel op de agenda. Er is nu ook een student die dat aan het onderzoeken is bij Amsterdam. Ja. Juist omdat er nu rakken afgesloten zijn vanwege de herstelwerkzaamheden, mm-hmm, zijn ze nu daarnaar aan het kijken of dat inderdaad meerwaarde kan bieden en hoe en of dat inderdaad iets is wat we dan zouden moeten uitbreiden. Dus, nou, dat het meerwaarde gaat krijgen, dat staat vast, want dat hebben we al eerder gezien. Maar hartstikke mooi als we die ontwikkeling kunnen stimuleren. Een toeristische trekpleister van maken. Ja, nou ja, suppen kan natuurlijk wel. Of op een andere manier van het water genieten. Ja, nee, maar zeg maar, onderwatersafari in Amsterdam. Ik zie het helemaal voor me. Nieuwe kade en dan met onderwater een muur. Waardoor je een glazen muur, ja, waardoor je in de gracht kan kijken naar wat er allemaal rondzwemt. Je moet er wel veel slakken aan die glazen wand. De algen eraf schrapen. Dan zie je niks. Ja, ik heb een voorbeeld van de wilgendruppels die wij al aan het maken zijn. Voor de Wittenburgvaart, voor onder onze Jasper Grootveld tuinen, drijvende tuinen. Ik zal hem even laten zien. Kijk. Het zijn de wilgendruppels die wij maken. Oké. Okay. Van teen, van wilgenteen. Je knipt ze en je vlecht ze. En die gaan jullie onder water laten zakken? Die laat je onder water zakken, klein, groter, grootst en ondiep, dieper, helemaal diep. En een stuk steen erin of een halve dakpan, stukje dakpan, waterplanten erin. En nou, in mijn ton doen ze het fantastisch. Met waterpest, maar ik ga met allerlei soorten inheemse onderwaterplanten experimenteren. Daar ben ik dan mee bezig. En een touwtje eraan om ze om te voorkomen. Dat het blijft drijven. Ja, zweven. Ja. Ik geef elke zondagmiddag hier wilgen workshops. Dus wie het wil leren, die komt maar en die hangt er maar in zijn eigen gracht. Wat een leuk idee, Sharifa. Ja, oké. Ik ben welkom hier. Ja, nee, we hadden al een workshop mussenkorven vlechten. Maar dan kunnen, ook leuk. Kunnen we dit er ook bij doen? Waarom niet? Kunnen ook op die tuinen. Hè? Ik vroeg me nog af, wat is nou de reden dat die waterkwaliteit in Nederland zo slecht is? Want je liet dat zien dat het al sinds 2000 allemaal doelen voor worden gemaakt. Maar dat het maar niet beter wordt eigenlijk. Stelt ze slechter in die prognoses die je liet zien. Of in de metingen. En in de prognose werd het dan weer heel goed. Maar dan zei je ook wel van dat gaan we nooit halen. En dan komen er strafmaatregelen. En dan ben ik ook wel benieuwd, wat zijn dan die strafmaatregelen die er gaan komen? Ik ben even benieuwd wie dit vraagt, want ik zie het niet op mijn schermpje. Glitterende eenhoorn. Sorry. Hoi. Ik zag het niet. Ja, er zijn heel veel redenen. Een van de belangrijkste redenen is toch dat we een druk bevolkt land zijn.
En dat een heel belangrijk deel, 60% van het gebied in Nederland, dat bestaat uit landbouw. En we zijn op één na de grootste landbouwexporteur in de wereld. En ja, wil je heel veel landbouwproducten kunnen produceren, dan heb je ook heel veel voedingsstoffen nodig. Dus die worden ook heel erg veel toegepast. En dat spoelt uit. En dat gaat ook via de lucht. Dat is de stikstofproblematiek die we hebben. Dus heel veel water in Nederland die bevatten veel te veel voedingsstoffen, waardoor er heel veel algen en kroos in het water leeft. En waardoor zonlicht wordt weggevangen bijvoorbeeld. Veel waterbodems die bevatten te veel rottende, meestal gewoon organisch, maar rottend materiaal waarin waterplanten niet goed wortelen. Ja, dus we maken eigenlijk te intensief gebruik van de leefomgeving. En daardoor komen er heel veel reststoffen van wat wij nodig hebben, soms onbewust, soms bewust, in het water. En dat bepaalt toch voor een belangrijk deel waarom de waterkwaliteit hier zo slecht is. Het is dus niet eens zo dat het water zo slecht is omdat alles vanuit het buitenland hier komt, want die rivieren die zijn de laatste jaren nog wel het meest vooruit gegaan. Maar het zijn met name het landelijk gebied waar de intensieve landbouw zit, waar de waterkwaliteit ook het slechtst is. Maar er zijn nog wel meer oorzaken hoor, want in delen van Nederland daar had je de situatie dat het water valt op de hogere zandgronden en op de lage delen kwelde dat water als heel schoon drinkwater omhoog. Maar doordat we heel veel grondwater onttrekken, is die schone bron van water ook verdwenen. En wordt er om droogtetekort aan te vullen, wordt er water vanuit de polders of vanuit de rivieren gepompt naar die gebieden die vroeger alleen maar gevoed werden door heel schoon grondwater. Dat is ook in veel delen van Nederland een reden waarom daar de waterkwaliteit zo slecht is. Ja, en landbouwgif is ook een hele belangrijke factor. En dan komen er ook nieuwe stoffen bij. Medicijnresten bijvoorbeeld, ja. COVID. Ik zie de vraag, de Wilgenworkshop, wanneer die plaatsvindt. Dus elke zondag om 1:00 op Tuinpark Rust en Vreugd. Ja. Iedereen is welkom. Ja. Nou, wat leuk. Super. Sorry, welke tuinpark zei je? Rust en Vreugd. Rust en Vreugd. Ik wilde al gaan voorstellen dat wij gewoon een workshop organiseren. Hier in de park. Ja, het lijkt me hartstikke leuk om wel mee te doen. Het is vast heel veel animo voor, want dat is echt leuk. Zijn er nog vragen? Of was dit het zo'n beetje? Dan ga ik afronden, denk ik. Als er iemand zijn hand nog opsteekt. Nee, dan wou ik het hierbij laten. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Bart, voor je verhaal. Je genuanceerde verhaal over de waterkwaliteit. Ik denk dat we allemaal weer een stukje wijzer zijn geworden wat dat betreft. En ja. Dat we handvatten hebben gekregen om in ieder geval met de watertuinen aan de slag te gaan. Althans, het wordt denk ik een lange termijn iets. Maar zeker de moeite waard om uit te zoeken. Dat zou heel graag komen. En to be continued. Ik hoop dat we met z'n allen de waterkwaliteit in Amsterdam, ondanks dat de prognoses niet zo goed zijn, toch kunnen verbeteren ten goede. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik mijn enthousiasme over het deel van de biologie die we niet dagelijks zien, dat ik die toch heb kunnen overdragen. En dat je in ieder geval weet dat er zoveel mooie dingen ook onder water gebeuren. En dat we eigenlijk moeten voorkomen dat we al het water gebruiken voor allerlei toepassingen, waardoor de onderwaterbiologie, diversiteit eigenlijk ook een nadelige invloed heeft. Dus fijn om hier in ieder geval de presentatie te mogen geven. Ja, super. Nou, dank jullie wel voor het bijwonen van deze lezing. We gaan binnenkort nog andere dingen organiseren. Ja,
kun je ook op onze website stemmen op onderwerpen, mocht je dat leuk vinden. Van... Die is dicht. Oh, die is dicht al? Ja, ik kan hem wel weer opgooien hoor, maar in principe was die dicht. Want we willen gewoon aan de slag, we willen gewoon dingen, leuke dingen gaan organiseren. Is ook zo. Als je heel graag staat te popelen om iets te horen, dan kun je altijd een mailtje sturen naar ons natuurlijk. Dank jullie wel. Fijne avond allemaal. Bart, tot snel. We spreken elkaar. Ja, we spreken elkaar. Zeker. Goed. Iedereen. Oké. Okay. Dank je wel. Een fijne avond. Hartelijk dank. Fijne avond. Graag gedaan. Dankjewel.